Goedemiddag. We zijn onze de burgemeester gaat het vertellen. Ah, super. Ik mag u feliciteren met het 17.500ste bezoek. Oh, dus 17.500 mensen zijn u voorgegaan. Nee, 17.549. 99. Van harte gefeliciteerd. Fijn dat u komt. Mag ik het bloemetje aan mevrouw overhandigen? Ja. Welkom. En u komt dan uit België ook, hoor ik. Ja. Oh, wat schitterend. En dan heb ik mijn werk als... Ik ben ook directeur van de VVV. Dus ik heb mijn werk als burgemeester van Playmobil Dorp. Zoals u ziet. En als directeur van de VVV. Goed gedaan dat u vanuit België ons komt bezoeken. En dit, ja, jij kijkt wel heel. Ja, hij was de eerste. Ik vind, ja, jij stapt het eerste binnen, hè? Ja. Ook jij, hè, van harte welkom. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, want je moet nog gaan bezoeken. Ja. En we gaan ook nog taart eten. Oh, ook nog. Maar dit krijg jij. En dan moeten jullie met z'n vieren maar, ja, kijken. Soldaten. Ja. Jullie me steunen. Waar? Kijk maar even. Zullen er wel op volgen. Hartstikke leuk dat u er bent. Ja, hartelijk dank. Wat een verrassing, hè? Ja, ja, zeker. Waar komt u vandaan? Dat is geweldig. Antwerpen. Antwerpen. Met Antwerpen. Leuk hoor. Heel leuk. Het gaat goed. Ongelooflijk. Bijna goed. Kijk. Hartstikke goed. Ik doe... Op een daagse vette en een... Mama als eerst, yes. Denk ik. Oh, dankjewel. Nou, wacht even, want... Het is niet zo netjes. Het is leuk voor op... voor de burgemeester. Wel lekker. Zeer trots. Weet je waarom ik zo trots ben? Dat er mensen uit België, uit Antwerpen hier waren. Hè, dan heb je ook als directeur van de VVV het gevoel dat je echt iets doet om bezoekers naar de stad te halen. Dus eigenlijk tweeledig. Ik ben helemaal trots. Ja, zeker trots. In feite is het een daverend succes, hè? We hebben 17.500 bezoekers. Daar hadden we eigenlijk zelf nooit durven dromen dat we zoveel bezoekers zouden krijgen. Nou, ik vind dat we zeker het dubbele nog moeten halen voordat we dicht gaan. Oké. Okay. En dat moet toch lukken. Hè, want het heeft iedereen... Ik ken al mensen die 2-3 keer geweest zijn. En als ze af en toe gewoon goed aandacht vragen... Ik heb altijd al gezegd, we hebben er een extra toeristische attracties bij. Dus ga hem lekker bezoeken, want het is zo leuk om hier even rond te lopen. Streven, ja... Wat is het streven? We hebben eigenlijk geen streven. We willen gewoon zorgen dat dit echt een positief tijdsproject is. Dus dat mensen met een goed gevoel naar buiten gaan. En waar het eindigt, ik weet het niet.